Bij het woord wederkerigheid denk je misschien als eerste aan een lobbyist. Of aan iemand die heel hard roept, voor wat hoort wat? Je kunt ook op een iets subtielere manier en misschien wat meer ethisch verantwoord met dit principe omgaan. Ik ben Anita Schmalen, operationeel manager bij het Nederlands Debat Instituut. En ik ga jullie in deze video vertellen hoe je het principe van wederkerigheid op een positieve manier in je voordeel kunt laten werken. Vanuit de psychologie weten we dat mensen meer geneigd zijn om iets voor iemand anders te doen als iemand anders net iets voor hen heeft gedaan. Dat heeft aan de ene kant te maken met het feit dat mensen gewoon heel erg blij zijn dat iemand iets voor je heeft gedaan en ze willen dit dan ook heel graag terugdoen. Aan de andere kant hebben mensen ook een soort natuurlijke neiging om kiet te staan. Als iemand de vorige keer heeft betaald voor de lunch, dan voel je je toch bezwaard als jij dat een keer daarna niet doet. Bij het principe van wederkerigheid zijn twee dingen belangrijk. De eerste is dat jij degene bent die als eerste iets geeft. Zo is de ander blij verrast. Als tweede heeft het principe het meeste effect als je zorgt dat je iets geeft wat de ander ook echt nodig heeft. Zo voelt de ander zich gezien en begrepen. Het gaat er dus niet om dat het iets is dat voor jou zelf heel veel tijd, geld of moeite kost. Het gebaar alleen al is een cadeautje. Hoe kun je dit principe nu toepassen in de praktijk? Twee voorbeelden. Als eerste, je manager vraagt of je deze week een avond over wil werken om een project af te ronden. Je vindt het een heel leuk project en je hebt eigenlijk toch geen plannen. Maar in plaats van dat je zegt, tuurlijk, ik kan wel, kun je ook zeggen, wacht, laat me even mijn agenda bekijken. Als je daarna aangeeft dat je inderdaad kan, dan zal je manager waarschijnlijk nog net iets dankbaarder zijn dan als je gewoon gelijk had gezegd dat het je wel leuk leek. Want het lijkt alsof het je extra moeite heeft gekost en dit kan jou in de toekomst nog wel credits opleveren. Als tweede voorbeeld, stel veel vragen, zoals in een Socratisch gesprek. Door open vragen te stellen, door te vragen en ook echt interesse te tonen in je gesprekspartner, zul je veel verder komen en geef je als het ware ook iets, namelijk belangstelling. Hierdoor zal je gesprekspartner ook meer geneigd zijn om open te staan voor jouw meningen en argumenten en krijg je een echt goed gesprek. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen in een onderhandelingssituatie. Door een echt goed gesprek te voeren kun je erachter komen wat iemands werkelijke belangen zijn en de absolute ondergrens is. Dus, wil jij wederkerigheid toepassen in de praktijk? Denk dan bij de volgende keer dat iemand iets van je vraagt of jij er zelf ook iets mee kunt. En ben je bewust van het feit dat als jij in een gesprek iemand iets geeft, iemand jou ook meer ruimte zal geven om je argumenten te maken en je mening te geven. Zo word je er allebei beter van. Anita en ik hebben een reeks gemaakt over de 7 principes van overtuigingskracht van Robert Cialdini. Wil je hier meer over weten en ben je nou enthousiast? Abonneer je dan vooral op ons YouTube-kanaal. En wil je meer leren over het toepassen van de principes van Cialdini? Kijk dan ook eens op onze website en naar de training Bewust Beïnvloeden.